Stel u voor, beste mensen, een zonnige maandagmorgen, de tweede maandag van november. Het is toevallig mooi weer, het is dreugen. Die boerenjongen hebben de erbel, de bieten en zo waarin hebben ze de roet. En ze hebben een patiëntenbeurt en ze hebben er verschrikkelijk veel zin aan. Ze hebben er hier glad op verheugd, want ze wordt vandaag op hen de gazenmark. Nou, ik heb de stemming zat er aan mooi, hè. Het was op een vroege morgen dat er bij ons op de brink een hele tochel kerel stond, opgewekt en flink. Net iets in de kleren, gele klomp met schiere pet. Het was gazenmark in Koeven en elke niemand met. Ze hadden verschillende motivaties trouwens om hen die gazenmark te gaan. Ja, ja. Ja, kijk Ruup Jans, het giet mee bovenal hem het plezier. Ging berendum de gazen en gerriedum het bier. Tientje hoopte dat er nog een herentent in stun. En Riksie meende dat er nog wel wicht versieren kun. Men kan met Riks niet voor hem zijn trekken of die moesten mij het versieren. Zo zijn ze door de markt. We kwamen met koen en met peren weer. Riksie mal niet. Ja, of je moet er nog eens een keer weer in. Ah, wat een gedoe. Je had al die nawaren, Riks. Ach, maar scheeuws. Zo juicht dat clubje jongen die morgen al op tiet. Met beste gangen daar op moet, want Koeven was nog wit. Zie hadden zo'n stuk lawaai dat dat de geest van achter het glas. Minder dat nog 50 jaar op nee weer oorlog was. Ja, dan moet er even bij uitleggen dat de geest was niet helemaal goed meer. Ja, dat was eng, ja. Maar als morgens de SRV-man de langs kwam te toelden, dan meende dat de geest ook dat Canadezen waren. En dat de bevrijding er was. En dat al morgens weer. Maar afijn jongens, toen was door een café ging en elke nieuwen dat men hier best eens even een borrel drinken kon. Het was nog wel wat vroeg, maar Gerrit zei dat maakt niks uit. En dat je er beter van kunt pissen dan van kustie stoels. Dat je er beter van kunt plassen dan van een korstje brood. Nou, en Gerrit kunt weten, niet? Nou, Gerrit is later uroloog worden. Maar is een uroloog? Uroloog, ja. Met water heb je een Gerrit. Gaan we al die Jan Hazen? Ja, nee. Ja, uit de kraan wat daar echt kapot hebt, moet je Jan Hazen. En hij zelf de kraan kapot hebt, zeg maar, dan brand Gerrit hem dicht. Maar ik meen dat de dokter was in het ziekenhuis. En dat deed de B. Hallo, ziemaker? Nee. Uroloog, zeg dokter ik. Dokter en een uroloog. Uroloog is de waterdeskundige, zeg maar. Oh, ja. Oh, gaan we houden. Maar toen ging het weer deur op Koeven aan. Maar de weg die was nog lang. En door hem zette Riksie maar eens in met wat gezang. En als wij naar Korea gaan en moe de haan is dood. De klok van Arnhem-Muiden op de bruggen van Osloos. Goh jongen, het klinkt wel zo mooi, hè? Maar dan wil ik voor over dat water, hè? Ja, Osloos, hoor hem. Ja, door was ook weer een café ging. Dan moest men ook een man. Ik weet vast series dat men dan dolkies beter zingen kan. Maar na de vijfde borrel was Jans al van de koot. Die juicht hem later zomaar in de hoge vinse voort. Ja, maar ik begreep het niet, hè? En dat iemand aan die vreugde en zo bats het water, hè. Wat doe je dan op de fiets in knallen dat er nog geen nieuws op ligt? De pok om daar en ik weer in huis gaan. Ach, dat Jans zien kunnen ook niks verdragen, joh. Oh, maar of heen? Zo vuurde de club wel kleiner, die op hen Koeven ging. Het slingerde geweldig, terwijl men vrolijk zong. Van Peert van Omeloek zijn zelfs al over Sinterklaas. Terwijl men vaak is stoppen, moest verklegen van de blaas. Daar deed men op Eldijk. Eldijk. En al Conniveerden en Eldijk kunnen niet zien. Dat bent zogenaamde gazenmarkt Conniveerden. Zo groot en heel. Hij ja. Mag niks te doen hebben, er alsjeblieft eens hem langs. In november komt er weer een groen kap in. Maar ja, dan is het gewoon weer gazenmark. Yes. Ach, ga jongens, toen kreeg ze ook nog een klein ongelukje ook nog. Want toen kwam vlak verdolden, overvelend was mee dat. Geert zijn rechtertrapper bij Albert Jan in trad. Die heeft de fiets in het sloot gooid, want deur gaan haar geen zin. De vuurwerk was hem knapt en er zat geen spiek meer in. Jong, het hele fietsje aan de vos, er was ook niks meer van hier. Hou hem, nog even te weten. Het vlagje van de Rijwiel vindt daar, dat het even nog in de bus stapt. Nou, dat was ook zo wat enige wat erom beschadigd of kwam. Dat was ook de enigste. Maar goed, ze redden nog al. Huppla, achterop en dolden, door was weer een café. De fiets was gewoon vergeten van je Ioladie. En anderhalf uur later was er geen meer die bus. Wat men die dag in vredesnaam toch wel in Koevenbus. Oh.
anderhalf uur later waren er al verschenen. Die wisten nog niet meer waarof Koeven lag. Nee, en nog anderhalf uur later hebben we zo niet meer voor zichzelf lagen. Nee. Maar ze bent de straat op smabbert met de fietsen aan de hand. Geen ene is die dag nog op de Gazemarkt beland. Toen zagen ze een upperheu en dat kwam heel goed van pas. Door werden ze weer en wakker toen de zon al onder was. Het was haast niet zo slim, maar ze hadden ten oes van haast afspreken. Maar we zullen je niet vertellen hoe het door nou is vergaan. Want toen ze eindelijk toes kwam, was melken al uren dan. Maar zaten ze later eens gezellig achter een borrelglas. Dan vertelde elk met glimde ogen hoe mooi of toen wel was. Oh, aan zijn schikkerd. Van die klappen heb ze niks van verteld. Wie gek. Maar het moet de vrouwlu, vooral de vrouwlu, nieuwsgierig. Ja. Zo doen de zinderwichter, en daar wil wij ook iets met. Nou ja, zo zijn de jongs, er is niks wat je belet. Toen heb de meesten voor het eerst de Gazemarkt gezien. En s'avonds tegen melken waren ze allemaal weer in Sleen. En s'avonds tegen melken waren ze allemaal weer in Sleen. En s'avonds tegen melken waren ze allemaal weer in Sleen. Dank je wel.